Goedemorgen, Helmut Marko denkt dat het vertrek van een flink aantal personeelsleden bij Mercedes een grote oorzaak is van de huidige problemen bij het Duitse team. Marko ziet het vertrek van het personeel, waaronder een paar belangrijke mensen, als de voornaamste reden dat Mercedes voorlopig nog achter de concurrentie aanloopt. Ik denk dat een verlies van deze omvang niet onbelangrijk is. Het is heel normaal dat het wat moeilijkheden kan opleveren. Daarvoor vertrok Andy Cowell. Ja, Cowell was ongeveer 16 jaar betrokken bij het Mercedes AMG High Performance Powertrains project en wordt gezien als het grote brein achter de V6 hybride motor. Terwijl de focus van Red Bull natuurlijk ligt op het seizoen van 2022 en het winnen van het wereldkampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs, is het team ook al druk bezig met de motor van 2026. Ze zijn al bezig met de motor volgens de 2026-reglementen en we zijn erg blij dat we dit programma aankunnen. De aandrijflijnen zouden in de tweede helft van dit jaar volledig operationeel moeten zijn, wat betekent dat de proefbanken gekalibreerd zullen zijn en zullen werken. Parallel daaraan moeten we natuurlijk ook een productielijn opzetten, dat zal de volgende stap zijn. Aldus, Helmut Marko. En de eerste maand Viaplay in Nederland is achter de rug en de kritiek van de Nederlandse fans en klanten was niet mals. Toch is Peter Neurlund, Hert of Sports van Nent, tevreden over de start van 2022. Tegenover de Telegraaf zegt Neurlund dat hij met een glimlach op zijn gezicht terugblikt op de eerste maanden Viaplay in Nederland. Ik ben heel tevreden. Formule 1 ligt de mensen in Nederland tegenwoordig zo na aan het hart, dus het zorgt ook voor een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Ik had niet durven dromen van een beter begin. Natuurlijk zijn er zaken die kunnen verbeteren, maar dat is altijd het geval. In maart waren er veel technische problemen met Viaplay. Veel mensen hadden te maken met bufferende streams of hadden soms helemaal geen beeld, maar wel geluid. Nou ja, goed, ondanks de tevreden uitspraken van Neurlund is het dus toch nog wel wat werk aan de winkel. Maak jij gebruik van Viaplay of gebruik je een andere dienst zoals F1 TV Pro? Laat het weten in de comments hieronder en dan zie ik je morgen weer. Tot dan! Hoi!